Welkom terug bij de channel van de Windsurf Coach. Super leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het fenomeen dat heet tailwalking. Wat is het? Hoe komt het? Wat kan ik eraan doen? Allereerst, tailwalking is het fenomeen waarbij de neus van het board op hogere snelheid omhoog komt en je bijna out of control gaat. Je moet je zeil openzetten om niet onderuit te gaan. Hoe komt het nou? Tailwalking wordt veroorzaakt doordat jij de snelheidsrange van jouw opgetuigde setje overstijgt. Op het moment dat jij een fin onder je boord schroeft, je mastvoet in een bepaalde positie zet, je giekhoogte hebt bepaald en je downhole van je zeil erin hebt gezet, in combinatie met je boord heb je een bepaalde snelheidsrange voor jouw gewicht en lengte. In die snelheidsrange functioneert jouw setje optimaal, zal die mooi loslopen en zal je de optimale snelheid eruit halen voor een bepaald windbereik. Gaat het nou harder waaien, dan kan het zijn dat jij die snelheidsrange van jouw board overstijgt. En dan zal je dus moeten trimmen. Of met je fin, of met je mastvoet, of met je giekhoogte, of met je neerhaler, of misschien wel een kleiner board pakken. Of een combinatie daarvan. Allereerst, de allermakkelijkste manier om de controle terug te krijgen over je board is je giekhoogte verlagen. Daardoor krijg je weer controle over de neus van je board, krijg je meer gewicht op je voorvoet. Tweede, je mastvoet een stukje naar voren toe, waardoor ook weer er meer gewicht op je neus van je board komt, zodat je hem weer beter onder controle houdt. De derde optie klinkt misschien gek, maar op het moment dat je de neerhaalspanning iets verlaagt, zelfs in die harde wind, dan zal je board niet meer de neiging krijgen om te gaan tailwalken. Als je met een te grote fin vaart, dan zal een kleinere fin de hoeveelheid lift die je setje produceert ook weer terugbrengen, waardoor je neus ook weer vlakker op het water blijft. Tot ziens, tot op het water.